sorry, ik durf het bijna niet te vragen, maar kunt u even stilstaan? We zitten midden in een veldslag. Hij is er bezig mij te vermoorden. Ik hak eens in kop en eraf. Maar jullie moeten ook geportretteerd worden. Hoezo? Waarom? Voor de glorie van het Nederlandse leger, of het Spaanse, of allebei. Ik ben de oorlogsschilder, ik ben er altijd bij. Moet dat nu? Houd het even vast. Ik maak snel een schets, ben ik zo weer weg. Maar we zijn er bezig. Zie je. Oké, luister. Waar wil je voor vechten? Hè? Voor een beetje soldij die toch altijd te laat komt? Voor een verre koning? Ja, Of voor eeuwige roem en glorie? Doe mij maar de eeuwige roem en de glorie. Ja, mij ook. Ja. Zie. Ja. Als ik jullie schilder, kunnen mensen jullie over 5 eeuwen nog bewonderen. Dat willen we toch? Ja. Zo, hou die piek rechts. Hou die musket omhoog. En jij bang kijken. En ga je zo vermoorden, hè? Kijk bang. Zo? Hartstikke goed. Houd het even vast. Maar hoe lang dan? Ga je dat hele schilderij hier afmaken, dan staan we hier nog een week. Nee, alleen de schetsres maak ik thuis af. Doe ik er een paar extra paarden bij, wat kanonnen, een beetje oppumpen. Hè? 100 man extra, net zo makkelijk. Hoe je nou? Ja. Hey, kijk stoer. En jij niet naar mij kijken, kijk naar hem. Wordt het mooi, stoer, heldhaftig. Prachtig. Zo. En ga maar weer vechten. Ja. Ik ga naar verderop. Hallo mensen. Hier is de oorlogsschilder. Zeg, ik durf het bijna niet te vragen, maar zou u misschien even stil kunnen staan? Zullen wij ook een mooie schilderij laten maken van ons tweetjes? Nee, dat hadden we moeten doen toen we nog mooi en jong waren. Nu is het te laat. Ja, daar heb jij weer gelijk in. Jammer!